Hier zitten 26 van de 59 doelpunten die Katwijk dit seizoen maakte. Topscorer Marciano Mengerink is geschorst. En wat kan de oranje koploper zonder hem? Die vraag die zal beantwoord worden in de streekderby tegen VVSB. Met het eerste schot van El Ozzouti. Opbouw van Katwijk wordt verstoord. Dit is opnieuw El Ozzouti. Suzanne in de achtervolging. De onderschepping wat halfslachtig. Katwijk heeft het niet helemaal. De Rijk. Dit is goed gedaan. El Ozzouti. Schot geblokt door Van Noord. En Bekoe met de 1-0 voor VVSB. Die raakt hem lekker zeg. Tommy Bekoe. Na de afgeslagen poging van El Ozzouti. Joekelt Tommy Bekoe die bal voorbij Ricardo Kieboom. 1-0 voor VVSB. Het is ook de ruststand. En dan kan Katwijk gaan jagen. De inzet van Ter Voert is slap na de paas van Berkhout. Van Weerdenburg. 1 richting verkeer. Sanchez Angulo. Sanchez Angulo. Ook hij niet. En zo blijft het maar. 1-0 voor VVSB. En Katwijk verloor vorige week ook al. Het mag niet te veel punten mossen in de strijd om het kampioenschap. Berkhout met een slappe inzet. En zo zou de moed je in de schoenen zakken als supporter van Katwijk. Als je niet wist dat Katwijk het zo vaak in de slotfase deed. Maar liever eerder, Suzanne ook niet. Doelman Valk wordt niet echt getest. Essenboom met de verre trap. Sanchez Angulo in de rug gelopen door Fecunda. Het schot en de redding van Valk. En het blijft maar 1-0 voor VVSB. Sanchez Angulo was de man van de kans. Ter Voet, bal op de rug, bal meegekregen, voor het doel is Suzanne. En Suzanne krijgt die bal ernaast. Wat kan Katwijk zonder Mengerink? Nou, vooralsnog niet scoren. Dan is doelman Kipo mee naar voren. We zitten diep in de blessuretijd. De voorzet van Sanchez Angulo en de hensbal van Vladimir Jozic. En scheidsrechter Van Helsen kan niet anders dan die bal op de stip te leggen. Ontzetting bij VVSB. Het is niet met opzet wat Jozic doet, maar het is wel Hens. En de strafschop is dus terecht. Jack Hunsbeek baalt. Robert Suzanne achter de bal. Doelman Valk op de doellijn. En voor de 7e keer dit seizoen scoort Katwijk in de extra tijd een doelpunt dat 1 of meer punten oplevert. Robert Suzanne maakt het doelpunt. Het is zijn 8e van de competitie. Katwijk pakt een punt. VVSB verspeelt de 2.